Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Hoe verwijder je surfhistoriek of browsegeschiedenis van Safari op je iPhone? Ik leg je ook uit wanneer je dat moet doen, want ik kan er namelijk zaken mee herstellen. En waarom je dat moet doen. Blijf kijken. Wanneer is het aangewezen om je surfhistoriek te verwijderen van Safari op je iPhone? Het surfen is bijvoorbeeld heel langzaam. Het surfen werkt helemaal niet meer of werkt niet goed. De pagina's zien er niet uit. Wel, je surfhistoriek verwijderen is één van de mogelijkheden om dit probleem te verhelpen. Waarom zou je geregeld je surfgeschiedenis, je webhistoriek, moeten verwijderen op je iPhone? Wel, als je surft met je iPhone op het internet, worden er een heel aantal gegevens bijgehouden op je iPhone. Zoals met cookies, de websites waarnaar je surft, maar ook waarnaar je surft in die websites. Dit is allemaal privé, dus geregeld wissen. Geen pottenkijkers. Op naar het verwijderen van je surfgeschiedenis en cookies op je iPhone. Er zijn enkele manieren om je surfhistoriek te verwijderen van Safari op je iPhone. Je gaat naar instellingen, je scrolt naar onder tot Safari, dat selecteer je, je scrolt weer helemaal naar onder en hier zie je wis geschiedenis en website data. Dit is de snelle manier, als je hierop klikt, dan wordt de geschiedenis en website data, cookies enzovoort helemaal verwijderd. Dit is een snelle manier. Ho, nog niet weggaan, ik heb nog meer te vertellen. En dat wel handig zou kunnen zijn om te weten. Je moet ook terug inloggen op alle websites, zoals bijvoorbeeld webmailsites zoals Telenet of Proximus. Dit heeft geen effect op username en paswoorden die je bewaard hebt op je iPhone. Die blijven er mooi in staan. Hier zie je ook geavanceerd staan. Dit is een meer selectieve verwijdering. Je selecteert dat, dan selecteer je website data. Je selecteert toon alle websites en hier zie je alle websites waarnaar gesurfd is en ook de cookies. Dus die cookies zitten daarin. Dit is meer selectief, want je kan bijvoorbeeld zeggen ik wil Facebook weg hebben. En ik klik op verwijderd. Je kan ook helemaal naar onder gaan. Verwijder alle website data, daar klik je op, verwijder nu. Als we dan nog eens gaan kijken, zie je alles is weg. Dus je surfgeschiedenis en alle cookies. Een andere manier is, je gaat naar Safari, selecteer je. Hier staat al mijn webmail van Telenet open. Je klikt hier op het boekje. Kan ook zo staan, padwijzers en gereed en het klokje. Dit is het klokje dat je moet hebben. Hier zie je waar je naartoe bent gesurfd. Ja. Als je nu op wis klikt, wis je natuurlijk al die webpagina's. Dat gaan we doen, wis. Dan krijg je een keuze, welke wil je wegdoen van het afgelopen uur, vandaag en gisteren of altijd. We gaan nu kiezen voor altijd en voilà, de hele surfgeschiedenis is weg. Hier zie je wel terug die pagina, maar als ik hierop zou klikken, dan vraagt hij om terug in te loggen, want alle cookies zijn ook verwijderd. Nu om te bewijzen dat mijn paswoord is bewaard, klik ik hier op. Hier staat voor deze website inloggen met Touch ID, je klikt op aangemeld blijven, je doet aanmelden en voilà. Dus alle paswoorden die bewaard zijn in je iPhone zitten er nog allemaal in. En je kan weer verder surfen. Om je te laten zien hoe snel alles weer wordt bijgehouden. Want zojuist heb ik alles verwijderd, ja, via dit boekje. Ja, ga kijken en hier staat... Hier staan alweer een paar pagina's, natuurlijk die Telenet. Gereed. Stel, ik ga naar TechPulse. En ik wil daar iets zien, afbeeldingen weergeven. Google neemt afscheid van Android. Ik klik daarop. Verder gaan. Ik lees dat. Bla bla bla. Kijk terug. Ik ga naar Hoe manage je cloud services. Ik ga daar naartoe. toe. TechPulse is nu wel van hetzelfde. Ikea maakt openen. Dus ik heb nu al naar verschillende sites gesurfd. Ik ga terugkijken op mijn boekje. En hier zie je dat al die pagina's weer in je surfgeschiedenis komen te staan. Dit is maar een fractie. Want als je gaat kijken op de eerste manier, bij instellingen. Je gaat naar Safari. Je gaat naar geavanceerd. Je gaat naar website data. Toon alle websites. Ik heb zojuist dus alles, maar dan ook alles gewist. En kijk eens, dat eventjes surfen houdt dit alweer bij. Naar al die websites wordt gesurfd. Dubbelklik. StepStone, Facebook, Twitter, Ligatus, Geostatic, Google Tag Manager, Fonds, StepStone. Ik ben daar toch niet naartoe gesurfd, maar toch gaat die website daar naartoe in de achtergrond. Dus heel veel dingen worden van jou bijgehouden. I hope I made my case. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel het filmpje met je vrienden. En laat ook een commentaartje onderaan dit filmpje. Daag!